Hallo, ben jij een volwassene of een jongvolwassene en heb je zin om toneel te leren spelen? Dan kan dat bij ons. Je start onmiddellijk in de derde graad en je kiest voor de optie speltheater. Als plus 18-jarige kom je dan terecht in de volwassenenklas en als jongere kom je terecht in de tienerklas. Je krijgt 2 lesuren per week. 1 uur speltheater, dat is je hoofdvak, en 1 uur dramastudio, dat is je ondersteunend vak. Bij speltheater zit je in een kleine groep van 4 of 5 volwassenen en je gaat aan de slag met tekstmateriaal. Dat kan een korte dialoog zijn of een grappige sketch, een monoloog, maar evengoed een fragment uit een diepgaand theaterstuk. Wat doen we in de les? We lezen teksten, we analyseren, we bekijken de personages en de verhaallijn en natuurlijk gaan we de speelvloer op, het podium. We repeteren, repeteren, repeteren. En uiteindelijk treden we op voor publiek. Dat is speltheater. Het andere vak dat je krijgt is dramastudio. En bij dramastudio zit je in een grotere klasgroep van 8 tot 15 mensen. Bij dramastudio vertrek je niet vanuit neergeschreven teksten, nee, je vertrekt vanuit improvisatie. Je gaat eigenlijk aan de slag met enkel en alleen je eigen instrument. Je lichaam, je stem, je emoties en je verbeelding. We doen zeer veel oefeningen rond die emoties, rond personageopbouw, rond durf. En je leert om je inlevingsvermogen te vergroten. Het is heel belangrijk dat dat gebeurt in een veilige context. En die veilige context gaat er ook voor zorgen dat jij contact durft te maken met je tegenspeler. Want uiteindelijk draait het om samenspelen. Voilà. Dramastudio, daar treden we niet mee op. Daar staat het zoekproces en het spelplezier centraal. Als jij zin hebt gekregen om toneel te komen spelen, kom maar af.